ziekenhuizen die failliet gaan in een rijk land als Nederland. Wat een absoluut dieptepunt. Wat een absoluut dieptepunt maken wij mee. En het toont vooral het failliet. Het toont vooral het failliet van een ziek systeem. Want hoe bestaat het dat een private zorgverzekeraar van de ene op de andere dag de stekker haalt uit een ziekenhuis van weer, een zorgondernemer, een private zorgondernemer. Als dat gebeurt, als men dat cynische spel speelt met ons ziekenhuis, dan staan wij op, dan staat Amsterdam op en dat doen jullie hier vandaag. Want de chaos door deze bizarre maatregel was de afgelopen week natuurlijk groot. Niet door de professionals, maar door deze bizarre maatregel van zorgverzekeraars en de minister. We kennen allemaal de beelden van de oudere mensen die vertwijfeld en huilend op de stoep stonden. Op de tv zagen we en in het ziekenhuis zelf. En dat raakt de menselijke waardigheid. Die stond daar op het spel. En daarmee is de voortgaande ontmanteling van dit ziekenhuis vooral een ontmaskering van een failliet systeem. Waarin onze zorg totaal is vermarkt. En tegen de zorgverzekeraar Achmea, die de stekker eruit haalde, zeg ik, zorg is geen markt. En tegen de minister zeg ik, ons ziekenhuis is geen stapel stenen. In ons Slotervaart zijn er jarenlang vele duizenden Amsterdammers geboren, beter gemaakt. Soms ook Amsterdammers gestorven. Er is vreugde geweest, intense vreugde. Verdriet, intens verdriet. Daar gaan elke dag meer dan 1000 professionals, zorgprofessionals, met hart en ziel naar hun werk. Die trots zijn op hun Slotervaart. Er zijn langdurige behandelrelaties tussen artsen en patiënt. Die zijn gebaseerd op vertrouwen. Die stapelstenen, minister van u, die stapelstenen is ons mooie Slotervaartziekenhuis. En daar blijf je met je poten vanaf. Dat ziekenhuis moet blijven. En dit is geen obligaat betoog over dat het vroeger allemaal beter was. Want natuurlijk is er ook bestuurlijk het een en ander fout gegaan. Maar dan grijp je in. Of desnoods stuur je een bestuurder weg, minister. Maar nu hebben de patiënten, de zorgverlener het nakijken. En staat de democratie volledig buiten spel. En in de Tweede Kamer, in de week dat het faillissement werd aangekondigd, werd in de Tweede Kamer alweer een brief bezorgd van de minister. Daar stond in dat de mogelijkheden onderzocht gingen worden om winsten uit te keren op ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg. Het totale cynisme. En dit is ook een lang gekoesterde wens van Achmea Zilveren Kruis. Want met een salaris van soms 1,5 miljoen euro per jaar zijn diezelfde directieleden daarvoor aan het lobbyen in Amsterdam, of weet zo in Den Haag. En daarom startte de SP met vele andere partijen een petitie voor het behoud van het Slotervaart. Die inmiddels al meer in hele korte tijd door 18.000 Amsterdammers en mensen daarbuiten ondertekend is. Daarom, zeker, we moeten altijd eerder zijn, helemaal eens. En daarom trokken wij afgelopen maandag met patiënten en zorgverleners in bussen naar Achmea. De zorgverzekeraar die 2,5 miljard euro op de planken heeft liggen van onze premies. Hoe durf je? En daarom vragen wij ook het stadsbestuur van Amsterdam, onderzoek alle mogelijkheden. Alle scenario's om een volwaardige doorstart mogelijk te maken. Want zorg gaat boven geld. Mensen gaan boven winsten en de belangen van de markt. En het Slotervaart, ons Slotervaart, gaat boven alles. Het Slotervaart moet blijven. Dames en heren, Erik Vlenter.